Sophie, je hebt net opgetreden. Je bent van huis uit singer-songwriter, ja. Maar nu heb je de stap gemaakt naar trip-hop. Zeg ik dat goed? Trip-hop, ja, genres blijven altijd moeilijk, maar wij noemen het zelf indie electronic. Je kan het een beetje vergelijken met wat James Blake doet. Namelijk, hij is singer-songwriter, maar hij maakt heel veel gebruik van loops en elektronische beats en synthesizers. En ja, dat doen wij ook. Het is een behoorlijk verschil met wat je eerder maakte. Dat zat veel meer in de jazzy hoek. Waarom heb je deze stap gemaakt? Wat ik hier heel leuk aan vind is dat wat we hiervoor deden was bijvoorbeeld een zevenmans band met 3 gitaren en heel episch, zeg maar. En wat ik zo leuk vind aan elektronische muziek is dat je een bepaalde leegte kan creëren en een bepaalde sfeer waar ook heel veel ruimte is voor zang en voor tekst en dus voor verhaal. Er zitten er best wel wat harde klanken in, wat harde beats. Ja. Is er tussen die harde beats genoeg ruimte voor die gevoelige snaar van de singer-songwriter kant van jou? Nou, ik denk dat het een beetje, tenminste, vaak zijn singer-songwriters of worden geassocieerd met gevoelig en verdrietig. Maar ik denk dat je een soort van het hele emotionele spectrum in muziek wel neer kan zetten, weet je wel. En ik denk dat bepaalde boosheid of frustratie of kilheid of maar ook liefde. Ik bedoel, het eerste liedje wat we vandaag speelden, dat is eigenlijk gewoon een heel smerig liefdesliedje. En het heeft inderdaad een ander jasje, maar het is hetzelfde gevoel, denk ik, ja. Je noemde een heel smerig liefdesliedje. Welk liedje is dat en waarom is hij smerig? Perfect Mistake heet hij. En Zes heeft ook echt een te gekke remix daarvan gemaakt en ook gedraaid. Smerig liefdesliedje, omdat er normaal probeer ik dingen een beetje te verhullen, want ik vind letterlijk vaak saai. maar dit is heel letterlijk, zo van, je zit in mijn systeem en je, ja. Zit hem dat in de tekst of hoe nadrukkelijk dat gevoel naar voren komt? Nou, bijvoorbeeld toen ik hem ging inzingen, moest ik echt een paar keer stoppen omdat ik zelf gewoon een beetje volschoten van. Denk je dat je op deze tour blijft richting de elektronische muziek en een beetje weg van singer-songwriter? Ja, ik denk het wel. Ik kan het nooit zo goed voorspellen. Zeg maar, stel dat ik over 5 jaar, ik maak dan een grapje naar Thijs en naar Ferdy, mijn andere producer. Maar nou, misschien dat ik over 5 jaar wel een plaat met een symfonieorkest wil maken. Ik vind het fijn om mezelf vrij te houden, zeg maar. En elke keer opnieuw voor iets te blijven kiezen in plaats van de belofte te geven van oh, dit blijf ik nu voor de rest van mijn leven doen. Want ja, dat weet ik niet. Waar moeten we op korte termijn op letten bij jou? 21 september komt Uncanny Valley dus uit. En dan komt ook de tweede single Home uit met een clip. We hebben 3 clips gemaakt bij deze EP waar ik heel trots op ben. Lex Vasseur heeft dat allemaal gedaan. En ja, als je de EP luistert zul je sommige liedjes horen dat het ene moment dat heel klein en sferisch is. En het andere moment er echt een enorme subbas in klapt. En iedereen een klap voor zijn bek krijgt. En dat vind ik leuk. Een soort van, dingen moeten prikkelend blijven, want anders worden ze saai. Wat kunnen we verwachten in de opkomende clips? Nou, ik heb dat hele imperfectie-perfectie ding heb ik een soort van omgetoverd naar mens versus machine. En de clip die bij Bear zit, de eerste single die we net hebben uitgebracht, gaat om het conflict. Waarom wil je mens zijn of waarom wil je machine zijn? En de clip die bij Home zit, die in september uitkomt, dat is ik als machine eigenlijk. Dus hele onnatuurlijke bewegingen zitten erin en hele bizarre make-up. En ja, mijn moeder herkende me niet terug. Zo. En nu na het festival hier vandaag, zijn er bepaalde acts waar je het meest naar uitkijkt? Nou, ik vond Zes dus echt geweldig. En ik vind James Sue geweldig. En ik ga natuurlijk naar mijn Matties van Noisia kijken. En ja, ik laat het gewoon een beetje over me heen komen, denk ik. Ik was vooral heel erg gefocust op die show. En dat is nu oké. En het is achter de rug. Jammer genoeg ergens. Maar nu wordt het tijd om feest te vieren. Nou, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het interview. En geniet van je biertje en van de shows. Ja, veel plezier. Dankjewel, jij ook.